Ladies and gentlemen, making his World Match Play debut, the former World Cup finalist, ladies and gentlemen, from here, Little John Rodriguez! And the Premier League and the former World Match Play champion. Time to meet the ferret. Here's Johnny. Ik dacht even dat het een echte was. Toen zag ik dat er een hand in zat. In die fret. Hier staat de echte ferret. Die het gaat opnemen tegen Little John. Little John die geheel in zomerse sfeer zijn opwachting maakte. Ook het opkoopsnummer Vamos a la Playa maar weer eens van stal had gehaald. In plaats van Ruby van de Kaizer Chiefs. We zagen natuurlijk in het verleden ook Paul Nicholson wel eens met een zonnebril opkomen. Maar dat was allemaal onderdeel van zijn bad boy image. Daryl Fitton. Inmiddels heeft hij de gewone bril weer op. De man die van alle 32 deelnemers het laagst op de wereldranglijst staat. Roby John Rodriguez. 73ste maart. Werd al aangegeven vooraf. Hij is in aardige vorm. Ja, want de Pro Tour ranking die gebruikt wordt om de deelnemers hier te bepalen. Die gaat over een jaar. Die gaat eigenlijk voor volgend jaar gaat hij na deze World Patch Play alweer lopen. En Roby John heeft pas zijn tourkaart gehaald in januari. Dus die heeft eigenlijk maar een half jaar de tijd gehad om al dat geld bij elkaar te spelen. Dat geeft wel aan hoe goed dat half jaar geweest moet zijn. Want hij heeft gewoon de helft van de tijd van sommige andere spelers gehad. 100. De Oostenrijker, inmiddels natuurlijk geen Little John meer met zijn 28 jaar, maar goed. 85. Het bekt zo lekker. Die stond deze maand nog in de finale van de European Darts Matchplay tegen Luke Humphries. Ja, die beelden hebben we gezien net. Ja, hij stond in, op 9 juli nog, later nog, in de kwartfinale van een Players Championship toernooi. 140. Ja, en hij heeft natuurlijk aan de zijde van Mensah Suljovic vorig jaar nog in de finale van de World Cup gestaan. Hè? Dus hij is ook niet bang om te spelen voor de camera's. Wil ik daar maar even mee aangeven. 96.
En hij mocht beginnen aan deze wedstrijd. En dat heeft hij voorwaar zeer aardig gedaan. Hij moet het alleen nog even afmaken. En dat doet hij. Via dubbel 10. Ja, zou de World Matchplay pak een beetje een maand geleden gespeeld zijn, dan zou Johnny Clayton heel erg hoog op het lijstje met favorieten hebben gestaan. Want immers, hij had net de Premier League competitie winnend afgesloten. Bovenaan in die competitie, fantastisch gespeeld. Ja, nu is het een maand later. We hebben een aantal toernooien op tv gezien. Hè. We zijn in Amerika geweest, daar was hij dan niet bij. We zijn in Kopenhagen geweest, we hebben Nederland gehad. Een paar Eurotour-toernooien, een paar vloertoernooien. Premier League finale gehad. En nu ziet de wereld er toch weer iets anders uit. Zo snel kan het dan ook wel weer gaan. Nu hoort hij nog steeds natuurlijk wel bij de mannen die zeker kans maken om hier met de titel aan de haal te gaan. Maar 43. Hij staat niet meer bovenaan de lijstjes. Nee, maar één voordeel voor hem op dit toernooi. Hij heeft niet heel veel te verdedigen. Dat klopt zeker. Want hij verloor 2 jaar geleden meteen in de eerste ronde van Michael Smith. Dat was zijn 3e nederlaag in 3 jaar op rij. Vorig jaar won hij dan in ieder geval een wedstrijdje. Van Dirk van Duivenbode, maar verloor daarna weer van Garvin Price, zijn landgenoot. In de 2e ronde. Kijk eens, in leg 2 is het Rodriguez die met 7 mijlslaarzen wegstapt bij Johnny Clayton. Die alweer na 12 pijlen op een dubbel staat. 92. Have you got 40? Is on the second leg. Robbie John Rodriguez. Third leg. Robbie to throw first. Game on. En die het nu zelfs in 13 pijlen doet. De eerste leg in 14. Nou, wat een zelfvertrouwen zeg. Anna 2, triple 20, even je hand opsteken naar het publiek. Ja, volgens mij was hij dat aan het uitleggen bij Bart in dat interview vooraf. In het verleden heeft hij nog wel eens problemen gehad met die laatste pijl. Die gooide hij dan iets overhaast. En dan ging hij er eigenlijk altijd naast. En nu als hij een klein stukje eventjes terugstapt en dan, nou ja goed, dan maar even zwaaien naar het publiek ook. Dan werkt dat voor hem klaarblijkelijk, want dan gaat hij weer staan en dan heeft hij alle focus op die laatste pijl. Ja, je kan daar ook andere manieren voor verzinnen natuurlijk. Dat kan. Het ziet er nu misschien een beetje cocky uit, om het zo maar te zeggen. Op z'n goed Nederlands. 60. Hij is al veel met zijn schouder om aan het werken nu, Rodriguez. 82. Clayton. Lijkt nog niet door te hebben dat we echt al begonnen zijn aan deze wedstrijd. Nou, nu dan. 77. Tops voor Rodriguez. Die gaat er net boven. Dan heeft Clayton zijn voet tussen de deur. Vingertje van de ferret. Johnny to throw first. Die de break meteen ongedaan gemaakt heeft. Dat moet hij natuurlijk nog eventjes ver volmaken nu in deze leg. Nou, hoppakee, lekkere paar trippeltjes erin. Ook hij, 2 keer 180 nu. En daar is Little John. 125. Zoals gezegd, de laagst geclasseerde deelnemer op de wereldranglijst. De hoogste geclasseerde op de wereldranglijst die er niet bij is. 100. King. Dat is Mervyn King, nummer 21 van de wereld. Ja, ontbreken een aantal spelers uit de top 32. Het zijn er echt niet zo heel veel. Maar toch wel een paar. Mervyn King noemde je al. Ook Simon Whitlock heb je al even genoemd. En het zijn met name de mannen die onderaan de top 32 bungelen, die dan hier inderdaad missen. Devin Peterson, Vincent van der Voort, Mensah Suljovic en Ian White.
Ja, Van der Voort miste het net he, om hierbij te zijn. Ross Smith zat er ook vlakbij. Ja, er is nu helemaal maar plek voor 32 spelers. Zo werkt dat. 131. 130. Roby John Rodriguez 36. Zet de druk erop bij Clayton. Is on the full flag, Johnny Clayton. Roby. Mark Clayton mist voorlopig geen pijl op een dubbel en komt terug tot 2-2. 140. Ja, Rodriguez. Die 2-0 voorsprong is hij kwijt, maar qua gemiddelde, voor wat het waard is, staat hij voorlopig wel zo'n beetje rond zijn hoogste tv-gemiddelde ooit te gooien. Dat is helemaal niks waard op dit moment als je 2-2 96. Staat tegen Johnny Clayton. Nee, maar goed. Er zijn maar weinig spelers die hun beste tv-gemiddelde ooit gooien tijdens hun debuut op de World Matchplay. Hij is een van de vier debutanten, Roby John. Rasma hebben we al gezien. We krijgen er nog twee. Martin Lukman. En ik heb even de naam van de laatste debutant natuurlijk kwijt. Ik had hem wel opgeschreven. Ah, Martin Schindler. De Duitser. We gaan ook Andrew Gilding weer zien. Daar verheug ik me ook wel weer op, moet ik zeggen. De Gilding Walk komt weer in beeld. Mr. Gru. 139, 111. Die zit er alvast weer in. 14 voor tops. 91. Johnny Record 124. Dit zou nog eens een leg stelen zijn, zeg. Als die triple 18 een bullseye gooit. Maar gooit hem niet. 92. Roby required 20. Pakt even een momentje weer tussendoor. Dubbel 5. Maar weer een momentje. Hij mist heel ruim en Clayton stond 2-0 achter. En nu, aan het einde van de eerste sessie, dit was de eerste sessie Annemarie, staat hij 3-2 voor, want hij is nog steeds 100% op zijn dubbels. Het spijt me, ik heb net gehoord dat dit, ja, ze hebben besloten om nu ineens met deel 3 te beginnen. Heel merkwaardig, maar... Het is wel gewoon de zesde leg, dat wel, maar ja. Het schijnt. En Rodriguez, nu eerste twee bij de triple 20 en dan doet hij dat niet. En dan gooit hij de derde, dus Perdue ook meteen een stuk eronder. 100. Dat was een mooi begin hè, voor Roby John. Ja. Meteen vierde break en 2-0 voorsprong genomen. Hij staat nog steeds heerlijk te smijten natuurlijk. Nou, het had ook te maken met het feit dat Clayton in die eerste twee legs met name helemaal niet scoorde. Op het moment dat Roby John hem uitgooide stond Clayton nog op 240 en op 122. En daarna gaat Clayton natuurlijk beter scoren ja, en gaat de druk dus ook op Rodriguez komen, ja, en dan 100. Zie je dat Rodriguez dus ook gaat missen. Nu één keer triple 19. Dat is 2. Bullseye over. 139. Johnny require 80. Hoeveel pijlen voor de dubbel gaat Clayton krijgen? Dat wordt er dus eentje. 60. En die zit er net onder. Ook hier is weer druk, want er is natuurlijk altijd druk in de edele dartsport. En deze keer kan Little John er wel mee omgaan.
En dan hebben we dus al 4 breaks gezien in 6 legs. 58. In onderlinge ontmoeting is het 5-2 voor Clayton. Die wel verloor van Robbie John in juni nog op de World Cup. Easy three. Maar Wales ging toen wel door. Wales bereikte de finale. 100. Maar verloor die van Australië. Het zou ook een teleurstelling zijn geweest voor de Welshmen, die nu 140. 2 jaar op rij de huishoge favorieten zijn voor die World Cup en hem 2 jaar op rij gewoon niet mee naar huis nemen. Over druk gesproken. 100. Ja. De keer dat ze hem wel wonnen, 3 jaar geleden, waren ze misschien, of stonden ze wel op het lijstje, maar waren ze niet de huishoge favoriet. 140. Enige ontmoeting op een major tussen deze beide mannen werd ook gewonnen door Clayton. UK Open vorig jaar. Maar zoals gezegd, hij zit het in een hele goede fase. Oostenrijker, die hier ook gewoon weer op voorsprong komt hoor. Na via een break 3-2 achter te zijn gekomen, heeft hij dat nu toch weer heel mooi gerepareerd. Ja, hij speelt al echt lang, Robbie John. Vanuit de jeugd al. Ik denk dat hij... hij zal net een tiener geweest zijn toen hij nog jeugdtoernooi aan het winnen was. Hij won in 2010. Toen hij 16 was, won hij het Oostenrijkse nationaal kampioenschap al. Ja, precies. Dat was bij de senioren. 100. Hij heeft bij de junioren natuurlijk ook nog wel het een en ander gewonnen. Waaronder bijvoorbeeld een keer de Dutch Open in 2012. En daarin was hij ook altijd al een groot talent. Hij was eigenlijk ook in zijn leeftijdsgroep altijd een van de grote namen. Maakte ook de transitie eigenlijk vrij gemakkelijk richting de senioren. Alleen na de eerste paar jaar had hij toch echt wel een terugslag. Liep het allemaal niet zo makkelijk. Toch ook weer het combineren van een huiselijke omstandigheid met een vrouw en 100. Al de beslommeringen die daar natuurlijk ook weer bij kwam. Had ook een eigen café, een dartcafé in Wenen, waar hij natuurlijk zijn aandacht bij moest houden. Ja, dat werkte voor hem niet. Stapje terug gedaan, min of meer. Wat meer van het gezinsleven gaan genieten, ook een kindje gekregen. Ja, en ineens valt alles op zijn plek weer. In de leg van Clayton laat hij dubbel 19 over. En Clayton krijgt een pijl voor de 101 finish. Op dubbel 16 notabene. Kijkt een beetje verbaasd naar die 38 Rodriguez, maar het is toch echt 38 die het hier over heeft. Knap gedaan hoor. En 3 legs op rij nu voor Rodriguez. Daar zitten 2 breaks bij. Hij begint ook nog eens aan leg 9. En het fanatisme straalt er vanaf. En Clayton gooit zijn derde 180. En Rodriguez gaat naar de 19. Kansen voor Clayton om Rodriguez weer voorbij te gaan. Nou, hij heeft wel een makkelijker finish dan zijn tegenstander. 130 is nu helemaal eenvoudiger dan 164. Maar we hebben Rodriguez al een keer 2 keer triple 19 zien gooien. En de boel zien missen. Dat lukt deze keer niet. 96. Johnny Rivera 130.
Daar is al de triple 20. Daar is er nog één. Dus dubbel 5. Ja hoor. ...130 finish. En break nummer 6 in 9 legs in deze partij. De beste partij van de avond tot nu toe. In ieder geval de meest spannende. Ja, en best misschien, in balans. Misschien ook wel de meest spectaculaire partij. Ja, kijk naar de gemiddelde vanaf leg 6, zeg maar. Sessie nummer 2. Daar zit het echt dicht bij elkaar. 99. En dan zou dit zo'n wedstrijd kunnen worden, die 60. Misschien wel een heel eind gaat. Je had het net al even over de carrière van Robbie John. Is hij in jouw ogen de beste van de vier broers, dartende broers? Nee. Rusty Jake is de beste. In mijn ogen van de vier qua talent en potentie. Jongere broer? Jongere broer. Ik moet eerlijk zeggen, de jongste die heb ik nog niet zien spelen. Dus. Maar die is ook nog wel erg jong. Ja. Robbie John heeft natuurlijk het meeste ervaring. Die hebben we al het vaakste gezien. Maar qua ruw, rauw talent is Rusty Jake misschien nog wel talentvoller. Ja, of dat dan uiteindelijk ook tot volwassenheid komt, dat moet je altijd maar afwachten. Het is heel lastig om jeugdspelers te scouten, want ze zijn vaak heel goed in de jeugd. Ja, op het moment dat ze overstappen naar de senioren, gaan er gewoon andere dingen meespelen. En dat maakt het heel lastig. 60. Ruby Require 156. Het is niet alleen een goede en spannende wedstrijd. Het is ook een wedstrijd die alle kanten op schiet. Robbie John Rodriguez kwam 2-0 voor, toen 3-2 achter. En verloor de eerste sessie met 3-2. Maar wint de tweede. Oh nee, het was de derde. Nee, toch de tweede sessie. Met maar liefst 4-1. En staat 6-4 voor tegen niemand minder dan Johnny Clayton. Voor nu, de strijd is nog niet gestreden. We gaan kijken hoe dat ze het er vanaf brengen. Wie wordt hier de winnaar? Is het Clayton of toch Rodriguez? Rodriguez die nog altijd bijna 102 gemiddeld gooit over deze hele wedstrijd. 114. Ja, het gaat hem soms heel makkelijk af. En dan is het ook beurt op beurt op beurt dat het goed gaat. En je ziet hem ook bij tijd en wijle met die schouder heel erg in de weer. Je moet maar eens goed opletten op de schouder van Rodriguez als die te kort zit. Dus onder de triple met zijn eerste pijl. Zal nu naar de 19 gaan, dan heb hij wat minder. Nee, gaat toch naar de 20. Maar zie je, hij doet heel veel extra strekken als het ware. Hij had geen finish over. Kleed hem wel. Hoe goed is die finish? Dat is dan de vraag. Clayton is geen man van het switchen. Dat doet hij niet heel vaak. Perfect weggezet door Rodriguez. En Clayton gooit 136 niet uit. Dan kan het gaatje voor het eerst in de wedstrijd op 3 komen. Dan wordt het inderdaad 7-4. En begint dit nu toch wel een flinke opdracht te worden voor Johnny Clayton. Ja, uiteindelijk is het maar één break het verschil op dit moment. Maar het gat oogt als je naar het scorebord kijkt natuurlijk veel groter. 100. In het gemiddelde is het verschil niet eens zo gek groot. Wat een manier om je debuut te maken op de World Matchplay. Dat is knap hoor. Ja, hij debuteert, mag ik dat zeggen, dan op een leeftijd waarbij hij al best wel wat ervaring heeft op grote podia. En dat is dan misschien wel een voordeel. Ja, het podium ziet er bijna altijd hetzelfde uit. Ja. Zoals je in staat bent om alles wat daarboven en daarachter is een beetje weg te denken. Hij heeft natuurlijk wel wat dingen meegemaakt al in zijn jonge carrière. Ik bedoel,
heeft natuurlijk voor eigen publiek in Oostenrijk van volle zalen gespeeld. Op grote toernooien. Ja, dat neem je allemaal mee, die ervaringen. 140. Ja, uiteindelijk moet je die hier gewoon doen nog. 55. Johnny Uruguay 80. Hij heeft de tijd, Clayton, voor die 80, maar hij heeft nauwelijks tijd nodig. Pas de tweede keer deze wedstrijd dat Clayton zijn eigen lek had. Maar ja, Rodriguez heeft in zijn eigen leks ook wel de nodige steken laten vallen. We hebben zowaar twee leks op rij nu dat iemand zijn eigen lek heeft gehouden. Dat was ook de hele wedstrijd nog niet voorgekomen. Maar het is in het voordeel voorlopig van deze man. 57. Vijfde alweer voor Clayton. 123. Ja, de gemiddelden overall kruipen naar elkaar toe op dit moment. Clayton is echt aan het aanzetten in deze sessie. En dat gaat resulteren in een kans om terug te breken. Johnny Uruguay 102. 102. Wordt 82. Dan wordt geen tops. Dus mag Rodriguez gewoon weer proberen zijn eigen lek te houden. Zal daar één pijl voor krijgen op tops. En tops is niet zijn grootste vriend tot nu toe in deze partij. Hoi. Maar dubbel 16 ook niet. Zo blijkt nu van Johnny Clayton. En dat kon wel eens heel pijnlijk worden voor de Welshman. Want hier komt Rodriguez op een 8-5 voorsprong. Clayton moet eigenlijk wel nu natuurlijk hier zijn eigen lek gaan houden en dan breken en dan nog een keer zijn eigen lek houden. 100. Hij moet even met zijn vuist op tafel gaan slaan nu. De nummer 8 van de wereld. 100. Ja, het is zeker niet heel ongewoon dat geplaatste spelers het toernooi verlaten natuurlijk. Het is maar één keertje voorgekomen in de hele geschiedenis van de World Matchplay dat de hoogste 8 geplaatste spelers ook daadwerkelijk de eerste ronde overleefden. Dus dat is heel zeldzaam. Dus er gaat er altijd één van die 8 uit. Minimaal. Het is alleen de vraag wie. Misschien is het antwoord Clayton dus. 140. Rodriguez ook weer op een finish. En weer gaat Clayton naar dubbel 16 en weer mist hij hem. En Rodriguez gaat die pijl krijgen. Rodriguez voor matchpoint. Nee, weer tops die er niet heel erg lekker in vliegt. En nu valt hij dan eindelijk wel weer voor Clayton. En wordt het 8-6. Nu moet die break komen. Van de ferret. Rodriguez opent met 96. $100.
Clayton kan alleen meegaan. 125. Dit is helemaal naar elkaar toegekomen. En dan ben je geneigd te denken dat dat dus in het voordeel moet zijn van Johnny Clayton. Omdat hij de stijgende lijn te pakken heeft en Rodriguez de toch iets dalende lijn. Maar het kussentje van twee legs voor Rodriguez is natuurlijk wel een fijn kussentje om zacht op te liggen. Nee, geen finish voor Clayton. Rodriguez kan het dus gaan wegzetten en afmaken. Ja, wat te doen. Toch maar naar de 20. 45. Twee keer dubbel 19. Dat probeert hij in ieder geval, maar de eerste gaat wel net boven. Dan is dit misschien wel een van de laatste kansen voor Clayton om echt definitief terug te komen in deze wedstrijd. Hij heeft een finish nodig. Deze zou hem zo goed uitkomen. Dubbel 16. Ferret time. Nee. 40. Nee, dubbel 16. Die gaat niet. Gaat dubbel 10 wel voor Rodriguez? Ja, die gaat. 9-6. En echt serieuze problemen voor Clayton. Die 2 uit 7 is op zijn favoriete dubbel 16. 100. En Rodriguez 2 uit 6 op de dubbel 10. Maar die heeft hem wel naar een 9-6 voorsprong geholpen zojuist. In de derde sessie, zullen we maar even zeggen, Lex 11 tot en met 15, is Clayton echt qua gemiddelde de betere van Robbie John. Alleen het scorebord merk je daar niks van. Nou, nu helemaal geen pauze tussen die tweede en die derde pijl. Dan kan die het ook. Ja, die komt misschien net even te laat in deze leg, of toch niet? 60. 60 voor Clayton. En de triple is gevonden. 96. En dan heeft Clayton er nog steeds 101 staan. En die gaan er niet af, dus Rodriguez nu 69. Voor de wedstrijd. 94. En voor de eerste stunt. Hij krijgt 2 matchstarts. Robbie John Rodriguez. Dubbel 10 gaat hij hem weer redden. 74. Nee, dus deze keer niet. Ja, Clayton op dubbel 16. Dat was ook geen zekerheid, maar deze keer wel. Johnny Clayton. 17 leg. Ja, Clayton moet nog steeds die serie van 3 legs op rij maken. Nu moet het ook echt. 130. En als hem dat lukt, dan gaan we een verlenging in. Neemt even de tijd om aan deze belangrijke leg te beginnen. 140. Het beste voor het laatst bewaard. 140. 100. Als eerste op een finish in zijn eigen leg.
95. Review record 136. Dat is 1. Dat is geen 2. Maar is wel tops over. En 126. Het is een beste. En dan gooit hem niet. En dan lijkt het erop dat het weer fout gaat voor Clayton. Rodriguez 56. Kreeg al 2 matchdarts in de vorige leg. Krijgt er nu 3. En bij de derde is het raak. Scheepsrecht voor Roby John Rodriguez. Die 2-0 voorkwam, daarna 3-2 achter via de break. Maar hij herstelde zich heel knap meteen daarna. En de voorsprong die hij pakte gaf hij nooit meer weg. De laatste 7 legs, allemaal met de darts mee. En dus klasse uitgespeeld door Roby John Rodriguez.